Vandaag is een dag om terug te gaan in tijd, herinneringen, herleven, maar ook vooruitblik voor de toekomst. Aangezien jullie deze kans hebben gekregen om het echt te gaan verbinden. Jullie treden vandaag in een andere wereld. Jawel, vader, moeder, zusters en broers, vrienden en vriendinnen, deze kringen blijven bestaan. Maar jullie tweeën gaan nu een nieuwe eenheid vormen. Lieve gasten, van harte welkom. Bombini. Voor degenen die me nog niet kennen, wil ik het even stellen dat ik de moeder ben van Tiara en sinds een paar uur ook de schoonmoeder van Tim. Welkom in onze familie, Tim. Allerliefste, mooiste, leukste, klein beetje mafste. Ja. Zoals vaak gezegd, is ons verhaal niet eentje van liefde op het eerste gezicht, maar echt eentje van right place, right time. Sinds ik je beter ken, ben ik een aantal dingen echt gaan bewonderen. Het zijn er te veel om nu op te noemen, maar met name zijn toch je ambitie, je wilskracht om iets te bereiken en de manier hoe je dat doet en altijd voor elkaar krijgt. Dat bewonder ik sterk en kan ik veel van leren altijd. En dat zag ik vroeger als mijn ideale vrouw en de moeder van mijn kinderen in de toekomst. Het is een ontzettend feest om hier te staan. Sowieso is het al heel bijzonder als je oudste zoon als eerste trouwt. En dan nog helemaal aan de andere kant van de wereld. Dat maakt het helemaal speciaal. En zeker, wij hebben Tiara natuurlijk al een paar jaar geleden leren kennen. En ook een aantal van Tiara's familieleden. En het is helemaal een feestje voor ons om nu hier op jouw geboortegrond te zijn. En te kijken waar jij vandaan komt en met de overige familieleden kennis te maken. En weet je, leuke bijkomstigheid is dat niet alleen Tim jou leuk vindt, maar wij ook wel. Lieve Tat, toeval bestaat niet. We zijn twee keer achter elkaar in dezelfde kookgroep ingelood. Maar zoals Carina ook al zei, pas 3 jaar later aan het einde van onze kooschappen gebeurde wat ik totaal niet verwachtte. Ik viel als een blok voor jou. En wie had toen gedacht dat wij 4 jaar later hier zouden staan met onze familie en vrienden om op Curaçao te trouwen? Is dat we vandaag een hele mooie dag mogen hebben. Ja. En na vandaag de rest van jullie leven. Gelukkig, ja. Gezond. Maar naast dat ik er die periode achter kwam dat Tiara ontzettend lief is, volgde er snel een tweede ontdekking. Namelijk dat Tiara alles behalve burgerlijk rustig en bescheiden is. Integendeel, Tiara is compleet gestoord. Prettig gestoord, maar gestoord. Het duurde dan ook niet lang voordat ik erachter kwam dat Tiara geen enkel probleem heeft met naaktheid. Dat er regelmatig diners onderbroken worden voor een twerk-sessie voor de spiegel. En dat ze ontzettend smerige, grove humor kan hebben. Ik wil jullie heel veel mooie tijden en geluk wensen, waarbij jullie elkaar in goede en zware tijden blijven steunen. En waarin jullie elkaar continu helpen en motiveren om de beste versie van jullie zelf te zijn of worden, zoals jullie dat nu al doen. En mocht het ooit zover komen dat jullie aan kinderen beginnen, ik en al een aantal mensen die niet kunnen wachten. Ik weet hoe goed en fijn het voelt om onderdeel te mogen uitmaken van jullie gezin. En ik kan alleen maar zeggen dat die kinderen de gelukkigste kinderen op aarde zullen zijn. En dat ik heel vaak kom oppassen. En dat ik altijd voor jullie klaar zal staan. Onafhankelijk van wat jullie op dat moment nodig hebben. Omdat ik niet had geweten wat ik zonder jullie had moeten. En jullie een heel bijzonder plekje in mijn hart hebben. Ik gun jullie al het geluk van de wereld en ik weet zeker dat jullie dat samen tegemoet gaan. Ik beloof met jou het voorbeeld te volgen dat onze ouders ons hebben gegeven. Zowel jouw ouders als mijn ouders zijn een paar van verschillende type mensen. Ze kunnen flink botsen, maar zijn het lang niet altijd met elkaar eens, maar staan wel altijd pal achter elkaar. En het geluk en welzijn van hun kinderen staat voorop.
Ik zou ook altijd achter jou blijven staan. Ook we vinden elkaar soms best een beetje lastig. Als we in de toekomst een gezin stichten, zal ik de trouwe en liefdevolle ouder worden waar we 4 voorbeelden van hebben. Ik heb het geen moment ingevonden om met jou in het huwelijksbootje te stappen. We zijn echt een stabiele combinatie. Mijn laatste belofte is dat ik altijd mijn best voor jou en voor ons blijf doen om deze fijne stabiliteit te behouden. Ik hou van je. Mi estimado Bobby. Nou, toen ik Tim voor het eerst zag, dat, ja, dat zal rond 1986 geweest zijn. Merkten we dat jij eigenlijk de beste kwaliteiten van ons allebei had meegekregen. Dus ik denk dat de combinatie van jullie karaktereigenschappen, een beetje aanvullen, een beetje versterken, een beetje afremmen, dat ik spreek uit ervaring, dat zou best eens een goed huwelijk kunnen worden. Dus we zijn heel blij met de keuze van Tim. En ik wil de familie Simon feliciteren met hun ideale schoonzoon. Ik beloof jou en ons geluk ten alle tijden voorop te stellen. Bij alle toekomstige beslissingen. Ik beloof je altijd te respecteren en te vertrouwen. Ik beloof je elke zondag te vragen om een dansje met me te doen in de woonkamer. Ik beloof je een schop onder je kont te geven als je weer passief bent. En ik beloof je te steunen voor Feyenoord. Sorry papa. Ik beloof je altijd mijn best te blijven doen om de beste versie van mezelf te zijn. En ik beloof je dat ik altijd zal blijven investeren in onze relatie. Want je maakt me onwijs gelukkig.